Waarom gaat u naar het theater? Omdat u er geen enkel belang bij heeft, zou de Duitse verlichtingsfilosoof Immanuel Kant zeggen. Oké, okay, stel, u bent boer en u ziet een prachtig paard. Waarom vindt u dit paard zo prachtig? Omdat het gespierde benen heeft en u weet dat die goed de ploeg door uw land kunnen trekken. Of u bent jockey. En u ziet direct dat het paard u goede kansen zal geven om als eerste over de finish te gaan. Maar dat zijn volgens Kant geen ware kunstzinnige ervaringen. Want u vindt die gespierde benen zo mooi omdat u er belang bij heeft. Ze kunnen de ploeg goed trekken of u een overwinning doen behalen. Wanneer u geen enkel belang heeft bij het paard en toch van de aanblik van het paard geniet, is het volgens Kant. Een ware kunstzinnige ervaring. En dat is precies wat er in het theater gebeurt. Wat er op het podium plaatsvindt, levert u niets op. En juist daarom genieten we er op een bijzondere manier van. Kunst heeft geen nut.